Goedenavond. De moordenaar van de 15-jarige Simena Pietersen trekt zijn hoger beroep in. Dat is vanmiddag bekend geworden tijdens een zitting op de Haagse rechtbank. De toen 25-jarige Stanley A. vermoordde het meisje uit Noodorp vorig jaar in de Gouden Regenstraat in Den Haag. Verslaggever Vincent Veeman, jij hebt deze zaak gevolgd voor ons. Wat betekent dit nu eigenlijk? Nou, hij heeft zelf gevraagd aan het Hof of hij niet ontvankelijk kan worden verklaard. Het Hof heeft daarmee ingestemd. En omdat hij de enige was die in hoger beroep is gegaan, het Openbaar Ministerie heeft dat niet gedaan, kan hij nu ook in zijn eentje bepalen dat dat hoger beroep wordt ingetrokken. Ja, en dat betekent dan concreet dat de straf die hem in maart door de rechtbank is opgelegd blijft staan. En dat is 7 jaar cel en TBS. Het is al met al een opmerkelijke wending. Weet jij waarom hij zijn hoger beroep heeft ingetrokken? Nee, dat weten we niet. Wat er vanmiddag werd benoemd is de term geen belang. Dat hij er geen belang bij zou hebben bij dit hoger beroep. Maar ja, waarom hij het dan destijds wel heeft ingesteld, ook dat wil zijn advocaat niet zeggen. Hij gaat er niet inhoudelijk op in. Dat hij een hoger beroep ging heeft toentertijd overigens wel voor veel verontwaardiging gezorgd. Laten we even terugblikken op de zaak. Simena Pietersen ontmoet Stanley A. op straat nadat ze midden in de nacht is buitengesloten van een feestje. Stanley biedt aan dat ze wel tot de ochtend bij hem mag blijven. Maar als ze eenmaal op zijn bed ligt te slapen, voelt hij de drang opkomen om haar iets aan te doen. Het zijn gevoelens die hij al eerder in zijn leven heeft gehad, zegt hij, maar nu kan hij zich niet beheersen. Hij steekt Simena 20 keer met een mes. U hebt daarmee Simena, die op dat moment op de drempel van haar leven stond, zoals 15 jaar. U hebt haar recht op leven ontnomen. Stanley A. leidt onder meer aan de ziekte van Asperger, wat ervoor zorgt dat hij zich moeilijk kan inleven in anderen. Na de moord sleept hij het lichaam van Simena zijn huis uit en laat het voor zijn portiek op de stoep achter. Justitie zegt tijdens de rechtszaak dat met de geestesgesteldheid van Stanley rekening gehouden moet worden. Hij verdient wel degelijk nog straf, maar ja, niet het volle pond. De rechter is het daarmee eens. Stanley krijgt uiteindelijk 7 jaar cel opgelegd. Maar de rechter bepaalt ook dat hij behandeld moet worden. TBS dus. Stanley gaat daartegen in beroep, tot verontwaardiging van velen. Maar dat beroep heeft hij nu dus ingetrokken. En daarmee komt juridisch een eind aan de zaak Simena. We zeggen dan ook met trots dat we heel erg blij zijn dat juist jij onze dochter was. Love you and miss you forever and ever. Kusjes, mama. Nog even terug naar onze verslaggever Vincent Veeman. Ja, dat moet wel een enorme opluchting zijn voor de ouders. Heb jij ze al gesproken? Ja, ik heb met de vader van Simena gesproken. Hij zegt, we voelen toch natuurlijk een soort blijdschap uiteindelijk. Want ja, juridisch is de zaak nu in ieder geval klaar en afgehandeld. Ze hoeven niet nog een keer zo'n heel loodzwaar proces bij het gerechtshof mee te maken. Er staat nu voor hun een streep onder. Vincent Veeman, dankjewel.